heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En in deze video heb ik een outfit video voor jullie. Het is een beetje fashion gerelateerd. En ik wil graag van jullie laten zien hoe je met één basis item nou eigenlijk heel veel outfits kan maken. Hier achter mij hangen ze en ik heb een beetje gesorteerd op warm weer en op koud weer. En ik ga gewoon vertellen waar ik het vandaan heb en of het nog te koop is. Want sommige items die ik deze video ga laten zien zijn niet meer te koop. Maar ik hoop dan voor je dat je wel een ander item kan vinden die een beetje erop lijkt. Doe alvast dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier onderin. Want wil je nou meer fashion video's zien of wat meer schoolvideo's of wat dan ook. En je wil graag op de hoogte blijven van al mijn video's. Doe dat dan zeker door abonneren op de rode knop hier beneden. En dan mis je geen enkele video meer van mij. Dus ben je nog niet geabonneerd, snel abonneren hier onderin. En dan mis je niks meer wat ik heb geüpload. Nou, dan gaan we maar nu snel beginnen met deze video. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat jij er wat van op kan steken. Laten we beginnen. Het basisitem heb ik al aan. Dat is namelijk dit topje. Ik zal wel even beter inzoomen voor jullie welk topje ik heb. Dit is het topje die ik dan heb. Het is een kantentopje. En ik vind het zelf echt heel erg mooi. Hij is van de Hunkemöller. En ik geloof dat hij nog wel er is. Maar het is echt meer een hemdjesvorm. Goed, laten we maar beginnen met de eerste outfit. Het is wat basic, maar door de accessoires wordt het wel steeds leuker. Het is deze outfit geworden. Hij is wat zwart, dus wat moeilijk te zien. Maar ik zal zo nog even wat beter inzoomen voor jullie. Het basisitem is dus dit kantentopje. En ik heb eronder een flared broek gesteld. Ik weet het, ik heb nu geen schoenen aan, maar dit zou je eigenlijk gewoon met een wit sneakertje kunnen dragen. De accessoires zijn dit rode tasje en dit is van Estelle Barlett. De broek is van Lovis en er zit shirtje van Hunkemöller. En ik heb een band in van O Little Velvet, geloof ik. Ja, als het goed is, is die van O Little Velvet. Het is een panterprintje. Ik vind het zelf echt heel erg schattig. De ring is van My Jewelry en voor de rest heb ik nog een armbandje om ook van My Jewelry met een letter erop van mijn broer. Vind ik wel schattig. En dan heb ik daarna heb ik ook nog een armbandje van Lovis. Maar ik denk dat je die wel overal kan vinden. Dat is diegene met het leuke oogje erop. En dan heb ik hier nog deze ring met Wii erop. Heb ik ook van My Jewelry. En die andere ring is van Famed. De armband met al die balletjes is ook van My Jewelry. En voor de rest zijn ze allemaal van Famed. Maar je ziet ze niet heel erg goed. Maar ik vind het wel een hele leuke combinatie. Dit was dus best wel een basic outfit. Maar ik denk dat het wel heel erg lekker is voor school. Het kan voor warme dagen en al voor koude dagen. Met een koude dag kun je beter dan een jasje eroverheen doen. Maar voor bijvoorbeeld een feestje is het wel heel erg leuk. En het zit gewoon heel erg lekker. Goed, ik heb even mijn haren losgegooid. En ik ga beginnen met het eerste item van het rek. En dat is namelijk dit rode rokje. Hij is van My Jewelry. Ik heb hem gekregen. En ik vind hem zelf echt te gek. Ik draag een maatje S. En hij zit echt als gegoten. Daarna ga ik nog een paar accessoires erbij doen. Maar dit is echt zo'n item die heerlijk voor de zomer is. En ik denk dat het ook wel heel erg tijdloos is. Ik vind het echt een beetje een Spaanse outfit. Ik heb ook zo'n Ibiza tasje, geloof ik dat ze het noemen, om. En dat is echt een heel erg prettig tasje. Kijk, zo ziet het eruit. En ik geloof dat deze van... Ik dacht ook O Little Velvet was, maar ik weet het niet zeker. Anders zou ik nog even hier een beeld zetten. Nou, ik heb natuurlijk weer datzelfde shirtje aan. En dan dit rokje van My Jewelry. Echt, het is zo'n leuk rokje. Ik hou er echt van. En het staat super leuk en lekker zwierig. Dus je kan er heerlijk mee dansen. En voor de rest gewoon dezelfde sieraden om. Maar het maakt echt zo'n leuk item gewoon zoveel leuker. Het is gewoon een heel basic item. Maar door dit hele leuke rokje vind ik hem echt fantastisch. En hij sluit ook echt top aan. Goed, het volgende item. Ik vind dit item echt een beetje een jogging speelachtig structuurtje hebben. Het is een broek van de H&M. En het is super zacht. Ik moet het een beetje vergelijken met een pyjama broek. Maar dan wat netter. Dit ga ik een beetje combineren met een leerjekje om dat stoerder te maken. Het is een beetje een zwart-wit outfit, maar toch, het is toch wel een echte broek eyecatcher. Dus voor de stof doe ik het al. Het is echt een joggingspul. Dus je zit eigenlijk letterlijk in een leuke joggingsbroek op school of waar je dan ook bent. Het jasje dat ik erbij ga combineren is dit leerjekje. Het leerjekje is van Lovis, maar ik denk dat je overal wel een leerjekje kan vinden. Het heeft van die leuke riempjes en het is, vind ik zelf, heel erg lijkend op leer. Tuurlijk is het geen leer, maar ik vind het wel een hele goede lookalike. En daardoor vind ik het ook wel heel erg mooi. Het ziet er gewoon heel gedetailleerd uit. Mooie zakken en het is gewoon echt een goed jasje. En ook wel een beetje zwaar, dus dat vind ik altijd wel heel erg prettig. Oké, dit is de outfit. Ik zei het al, de broek ziet er heel netjes uit. Maar hij zit echt als een soort van joggingsbroek.
Dan heb je dus dit leren jekje wat het heel erg stoer maakt. En ik heb er een hoofdpad in gedaan, ook van Lovies. En ja, die zit gewoon heel erg leuk. Ik weet het, het is niet hetzelfde patroontje, maar dat kan, hoorde ik. Dus ja, daar heb ik gelijk gebruik van gemaakt. Je kan hier bijvoorbeeld ook gewoon witte sneakers onder doen. Maar ik vind het zelf ook wel gaaf om iets van een gekleurde schoen onder te doen. Of van die leuke loafertjes. Het ligt natuurlijk een beetje aan jou wat je in je kast hebt zitten. Maar dit is zo'n basic outfit dat eigenlijk alles er wel bij kan. En de haarband vind ik zelf het echt afmaken. Dus ja, het shirtje valt wat meer weg. Maar ik vind het wel heel erg mooi dat het nog steeds aan die heel zacht, dat hele mooie kant zit. In plaats van dat het alleen maar een zwart shirtje is. Het rek wordt steeds leger, maar dat is ook wel goed. Want ja, anders kunnen we uren doorgaan. Oké, ik ga nu dit item gebruiken. Het is een rokje van Famous Store. En ik weet namelijk niet zeker of ik deze vorige keer ook heb laten zien. Maar ik vind hem zo te gek dat deze ook bij dit past. Ja, het is dus een panterrokje. En ik vond het zelf aan het begin wel een beetje spannend om zoiets te dragen. Maar ik vind het steeds leuker worden. En het zit gewoon heel erg lekker spierig. Ja, echt een top item. Wat ik erbij ga combineren is dit gele jekje. En ik moet zeggen dat deze niet meer te koop is bij de Zara. Maar ik vind het zo'n leuk jasje. Dat ik het heel erg zonde vind. Maar ik wil het toch heel graag aan jullie laten zien. En ik hoop dat jullie iets van een geel jasje kunnen vinden. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Maar ik vind het de look wel heel erg afmaken. Maar ik moet zeggen dat hij dus niet meer te koop is. Oké, dit is dan de outfit. Het is een geel jasje. Het lijkt een beetje oranje op de camera. Maar hij is dus echt wel geel. Dan heb ik dus dat topje natuurlijk onder. Het jasje is van de Zara, het topje van de Hunkemiller. En het rokje is van Famous Store. Ik vind hem zo fantastisch. Ik heb er een tas bij gecombineerd, ook van Famous Store. Maakt de outfit wel heel erg leuk. En ik denk dat het echt een outfit is die je kan gedragen op een, ja, bijvoorbeeld stad of zo. Als je daarheen gaat. Dit jasje kan je natuurlijk ook gebruiken als een soort van, dat het gewoon echt warm is. Of als het wat minder warm is, kan je natuurlijk deze overheen doen. Maar het is ook gelijk ook wel een soort van accessoire. Het stofje van dit rokje is wel al plakkerig. Dus als het heel erg warm is, zou ik het niet aantrekken. Maar je kan natuurlijk zelf beslissen wat je fijn vindt. Nou, dit is dus de outfit in het totaal. En het is echt een te gekke outfit. Lekker kleurrijk, maar toch ook weer basic. Het gaat er nu wel heel erg kaal uitzien. Dit is de ene laatste outfit. En dit is een outfit waar ik straks wat meer accessoires ga bij laten zien. Want het is zo erg makkelijk item dat het gewoon bij bijna alles past. Ik ga het gewoon gelijk straks aan jullie laten zien. Hij is van Zavel. Ik moet bekennen dat ik niet weet of hij nog te koop is. Ik heb ook geen linkje hiervan. Maar als ik hem nog kan vinden, zou ik hem zeker weten nog even hier in de beschrijving zetten. Anders heb ik geen linkje. Dus ik denk dat het ook wel ooit te koop is bij de Bershka. Ik vind het ook wel zo'n Bershka item. Of bijvoorbeeld van de Zara. Of H&M kan je natuurlijk kijken. Ik vind de print in ieder geval wel leuk. Maar jullie zien straks hoe het eruit ziet. En welke accessoires ik erbij heb gecombineerd. Ik begin alleen met de outfit laten zien. En straks ga ik laten zien welke items of accessoires je erbij kan dragen. Dit is dus een broekje in combinatie met het shirtje. Echt een beetje een vakantie outfit. Ik heb daar ook nog bij een lint in mijn haar gedaan. Dit is van een tas van My Jewelry. Dus ja, het is wel een beetje een item die je niet zo snel kan kopen. Maar ik heb wel gezien dat heel veel winkels zulke soortgelijke arm of banden hebben. En ik vind het er echt heel erg leuk uitzien. Dus dan weten jullie dat, dan kun je daar nog even kijken. Ik ga nu een paar tassen erbij pakken. We beginnen met dit leuke tasje. Hij is van Famous Store en hij past echt perfect bij deze outfit. Hij is wat groter, dus je kan hem makkelijk meenemen als je bijvoorbeeld op citytrip bent. En je hebt genoeg nodig, zoals je camera bijvoorbeeld. Dan kan je deze makkelijk erin doen. En ik vind het gewoon echt iets hebben. Het is leuk met zo'n ja, ketting wat er omheen zit. En dan kan gewoon genoeg in. De kleur vind ik ook wat meer afsteken, dus het is niet zwart of wit of grijs. Het is lekker groen en het past ook goed bij elkaar. En dit is het zusje van die andere tas. Het is dus een gele velvet tas. Dat maakt het denk ik wel heel erg leuk, want ik hou wel een beetje van die wat apartere materialen. Weer zo'n ketting zit hier aan, wat ik heel erg mooi eraan vind. En het is gewoon een wat meer veiligere kleur. Geel past eigenlijk overal bij. Veel mensen denken van niet. Maar het is echt bijvoorbeeld bij deze outfit past het. Maar ook gewoon bij dat gele jekje zou het passen. Geel is gewoon echt zo'n hele makkelijke kleur. Maar is niet zo heel vaak gecombineerd met dingen. Dus ik vind deze heel erg leuk erbij staan. En denk ik nog wel de meest favoriete van mij in plaats van die groene. Ja hoor, het rek is denk ik bijna leeg. Ik heb namelijk nog één outfit hangen. Dit is namelijk een witte broek. Heel erg veilig.
Maar daarbij doe ik dit hele leuke jasje van de lijn Lemons. Dit is meer een soort van tussenjasje. Dit kan je denk ik ook nog wel eens als windjas gaan gebruiken. Het is echt een heel erg dikke stof. Dat maakt hem denk ik ook wel wat duurder, want hij is geloof ik €100. Maar ik vind het wel zijn geld waard, want er staat achterop ook nog youth. Oké, het regent even buiten, dus ik denk dat je het wel hoort op de camera. Maar dit is echt zo'n outfit waar je niks meer nodig bij hebt. Dit is gewoon een heerlijk jasje. Hij is wel wat dik. Dit is ook de binnenkant ervan. Lekker zwart. Maar hij is gewoon echt enorm dik. En daar heb ik dus zo'n witte broek erbij gecombineerd. Wat gewoon de details wat hier op de mouwen zit. Precies gewoon weer nabootst. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En als je dan omdraait, dan zie je... dat zie je dus niet heel goed. Maar dan zie je dus die tekst staan. En dat maakt hem denk ik wel heel erg vet. Wat ik al zei, hij heeft geen accessoires nodig. Want hij is al zo tof van zichzelf. Dat ik het echt al echt een te gekke outfit vind. En ik denk dat ik deze ook al vaak ga aandoen. Dan was dit alweer het einde van deze video. En ik hoop dat jij het een leuke video hebt gevonden. Dit waren dus alle items die ik aan jullie heb laten zien. En ik denk dat er wel genoeg items en inspiratie voor jou bij zit. Laat me even weten welke outfit jij het leukste vond. En dan zie ik jullie volgende week zondag of donderdag weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik tot dan. Doei doei!